de mensen niet storen, want ik ben op bezoek bij een schaakclub. Ja. In het Willemskwartier. Ja, klopt. In een prachtige locatie, ja. Het Hert. Ja. Hoe heet jullie schaakclub? Onze schaakclub heet Strijd met Beleid. Het is een van de oudste schaakclubs van Nederland. Meer dan 150 jaar oud. Dus afgekort SMB. Oh ja, Strijd met Beleid. Ja. Nou zag ik iets heel vreemds. Jullie schrijven alles op. Ga je het dan thuis nog een keer doen? Ja, je gaat de zetten noteren. En vervolgens kun je de partij naar de hand thuis opnieuw analyseren. En naspelen. Dus, dit zijn wel goede schakers dan? Het varieert van een gemiddelde huis-, tuin- en keukenschaker tot hele goede schakers, inderdaad. Hebben jullie ook een jeugdafdeling? Ja, we hebben ook een jeugdafdeling. Die zit sinds een maand ook hier in het Hert, in dezelfde zaal. We hebben eerst hier in de kelder gezeten, maar dit is een betere zaal nog. Op vrijdagavond van 7 tot 9 zitten we dus met de jeugd hier. En op dinsdagavond, zoals nu, spelen we met de senioren. En dat zijn de gevorderden? Dat zijn de gevorderden. Ben jij ook gevorderd? Een klein beetje. Ik hoor duidelijk bij de onderste categorie. Dus je kunt nog lekker veel oefenen? Ik kan heel veel oefenen. Nou, ik zou zeggen, ga gauw je gang. Ja, ik doe mijn best. Dit is de koning. Alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig, hij kan alles. Hij mag overal naartoe. Over het hele bord, van achteren naar voren. En met de torens mag je recht, met de lopers enkel schuin. En die dingen kunnen springen, dat zijn paarden. En die koningin, die mag niet meer dan maar één vakje per keer. Het is toch eigenlijk een stuk van weinig waarde. En nu gaan we proberen om het eerste team die met de pion aan de overkant kan komen, die heeft gewonnen. En Wim die mag altijd beginnen, dus dan mogen jullie beginnen. Wie begint? Ik niet. Daar zijn wij. Welke kant moeten wij zetten? Deze. Die? G8E7, juist. Er staat iemand achter je te filmen. Ja, dat mag. Leuk. Zeg, heb je niet zoveel aan, hè? Je kunt nog verder niks meer. Als je met C5 gezet hebt. Die aanvallen. Dat is niet verkeerd. Ik heb er weinig aan. Jij bent. Ja, jammer hè. Heb je gezien? Dan moet je eens even deze kijken. Die kan beginnen. Wat de loper kan doen, wat die kan doen. Of die iets kan slaan. Kan deze loper kan hem wel ergens hier zetten. Maar niet wat materieel is. Nee, maar als je deze doet, dan slaat het daar niet. Dus deze is niet goed. Dan moet je even iets anders bedenken. Kijk, het paard kan hier naartoe. En dan kan ik deze loper veilig aanvallen. Ja? Dat is niet goed, want dan kan je dus door de loper geslagen worden, zie je? Dus dan kan je beter het paard hier neerzetten, dan val je de loper aan. Het gaat over deze stelling en wit moet hier een zet doen. Wit moet een zet doen? Wit moet een zet doen. En Tijn gaat hem zeggen. Ik zou de loper D3 zetten, ja. Dat is fantastisch. Dat is een hele goede zet. En je speelt als de wereldkampioen. Lopen D3. Oké, mensen. We gaan even verder. Zo, mag ik jullie wat vragen? Ja. Snap je dat allemaal? Ja. Toch wel? En jullie schaken hier iedere vrijdagavond? Ja. Gezellig. Hoe jong mag je zijn om erbij te komen? Nee. Nou, je kunt vanaf 6 jaar, 7 jaar kun je lid worden van de schaakclub. Ja. En dan hoor je bij de jongelui tot?
Nou, er zijn twee groepen. Er is een groep voor de wat gevorderde oudere schakers. Die zitten hier bij elkaar. Okay. En de hele jongen die zitten van 6 tot 13, zeg maar, die zitten aan de andere kant. Ja, leuk moet ik zeggen. Ja, ja. Dat is ook heel leuk. Ik snap wel niet. Het is mijn camera. Wie is? Ik. Oké. Nou, doe je best. Waarom? Reis je zoveel met je koning? Ik ben er al. Wie gaat er winnen van jullie twee? Ik, hè? Ligt eraan. Want ik heb geen zin. Hé, Frans, we mogen een beetje lawaai maken hier, hè? Ja, dat klopt. Hier in de barruimte kun je gewoon praten. Volop praten en partijen analyseren. Wordt er bij schaken nooit gepraat? Achteraf een hele hoop. Achteraf, ja. En tijdens de partij hoor je vaak alleen maar zuchten en een beetje binnensmonds gevloek. Ja. Maar over het algemeen in de zaal is het heel stil en hier kun je dus je emotie kwijt. Ben je er als jongetje van 6 al mee begonnen? Nee, ik zelf heb schaken geleerd toen was ik een jaar of 10, 11 van mijn broer. De meeste mensen leren inderdaad van hun vader of van een broertje of van een familielid schaken. Ja. Maar er zijn niet veel mensen die dan daarna naar een club gaan. Nee. En ik ben zelf een groot voorstander van om de mensen naar een club te krijgen. Want het is gewoon heel leuk om regelmatig te spelen. En ook tegen andere mensen, niet steeds tegen dezelfde. Wat je vanavond gezien hebt was een interne competitie, maar wij spelen met SMB ook extern. Betekent... We staan hier in de kantine, ja, kun je dus horen, want ja, dit er is een hoop geroezemoes, maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij, dat is ook gezellig. Maar we spelen dus ook extern tegen andere schaakclubs in de regio. En hoe doen jullie het? Toch wel, Nou, we hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad in de competitie, maar we beginnen weer een beetje te klimmen. Okay. En er zijn eigenlijk verschillende klassen, verschillende sterktes van de teams. SMB heeft 5 teams. En het eerste team heeft zelfs nog een theoretische kans om te promoveren. En de rest houdt zich staande in de klasse waarin ze spelen. Ja. Wat is nou moeilijker, schaken of dammen? Of kun je dat niet vergelijken? Ik denk dat twee totaal andere denksporten zijn. Ik denk dat schaken toch wat complexer is. Vooral doordat je te maken krijgt met allemaal verschillende stukken. En dammen zijn allemaal gelijkwaardige stenen. Maar het zijn onvergelijkbare sporten. Oh, dat was een rare vraag dus. Geen rare vraag. Nee. Maar ik ben schaker en er zijn mensen die zijn dammer. Dus, Hey, mag ik jou nog heel veel plezier wensen met schaken? Het zal vast gaan lukken. Okay. En ik zou zeggen... Tot de volgende keer.